Zaterdag publiceerde BN De Stem een artikel over het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling, het FMO, in Breda. Uit de publicatie ontstond de indruk dat de integriteit en of betrouwbaarheid van het bestuurlijk handelen ter discussie staat. College en gemeenteraad zeggen zich niet te herkennen in het artikel. U hoort de burgemeester. Wel nu, daar herkennen wij ons niet in, maar we hebben gezegd we moeten iedere vorm voorkomen. En dat is de reden dat het college en de gemeenteraad met elkaar hebben vastgesteld dat het nuttig is om datgene wat benoemd is te onderzoeken op doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit. Hoe gaat dat onderzoek plaatsvinden? We hebben een externe accountant gevraagd, Deloitte, om daar onderzoek naar te doen en ons op korte termijn te rapporteren. En dat rapport willen we eind november tot ons hebben.